Yo, kijk deze video van. Waarom moet ik hem nu? Oh ja, fuck, ik heb nog geen. De roleplayers. En ik zit nu naar de kamer op en zit zo. Ik zit helemaal. Ik zit hier gewoon op mijn zitzak staan. Om dit weer best laag. In ieder geval, ik ben deze keer alleen. Deze keer is geen roleplay in ieder geval. Voor de, want jij is bekend. En dat is geen roleplay. Alleen als je gewoon zo het beeld ziet. Als je. Waarom doet dit? Alleen als je gewoon alleen het scherm ziet met het audio erbij van mij en ja, die andere guy, dan is het een roleplay. En nu is het dus geen roleplay, want het is een cam. In ieder geval, waarom is het? Ja, die is geen. Maar ik wil het even ook over vanavond hebben en nog wat. Als ik een beetje aan het deel ben aan mijn Instagram story, ga ik nu ook even. Hij is net wel even online geweest, dus we hebben geprobeerd te bellen. Om, ja, via even zo proberen dat hij online komt. Of tenminste, dan zie je het sneller. Maar in ieder geval, waar wil ik het over hebben? Laat ik even lekker naar de Facebook gaan. Kwartje, kwart, zal ik. Ja, ik pak gewoon lekker die kwad. Ik ga gewoon. Ik heb geen GTA geluid. Ik ga hem even erin doen. Want dat was gisteren ook bij de FIFA livestream trouwens. Trouwens, volg me zeker even op Twitch. Dat is er één ding. Ik heb laat een story gemaakt dat ik ja, live ga op Twitch. Gewoon voortaan niet meer op mixen. Mixen op de leden tijd. Want de vorige keer wilde. Ik heb echt geen GTA geluid. Oké, okay, ja. Oké, okay, ja, ik zet wel even mijn map even aan. Display. Normaal heb ik die raden altijd uitstaan. Want het komt dan door die roleplay. Ik denk wel lekker hierheen. Lekker hier even dingen voor het zand crossen. Ik heb echt geen GTA geluid. Oh ja, ik snap al waarom. Ik dacht, waarom heb ik geen GTA geluid? Maar dat komt omdat ik. Nu vind ik dat toch wel even handig. Maar bij die roleplay heb ik die luid van GTA, die muziek en alles uit. Wacht, ik moet weer even aanpassen, want. Ja. Want anders. Kan het zijn dat het bij dingen is. Maar ik ga gewoon even een beetje ondertussen tot jullie hier de gameplay zien. Ga ik ondertussen even al vertellen wat ik op mijn Instagram story allemaal ja, zeg ben. Heel lekker boom. Hey, ik lig om die auto. Nee, vind ik leuk. In ieder geval, als eerste wat ik sowieso morgen wil gaan doen, is wil ik live gaan met profclubs. Dat is FIFA, voor degene wat niet weet wat profclubs is. Dat is een kopje. Op het tweede tabblad staat dat. Volgens mij in ieder geval, als je even het FIFA switcht, dan zie je het. Ja, of je kunt ook even een. Ik weet niet daar helemaal uit genomen. Dat is nu wel vervelend. Maar ik ga gewoon even een beetje over het strand hier rijden met mijn. Maar in ieder geval, wat profclubs is, als FIFA, je kunt altijd even een video opzoeken. Dan kun je zo dat, maar ik denk dat de meeste FIFA spelers dat weten. Maar in ieder geval, dat is een FIFA en dan kun je dan ja, met meerdere mensen, of ik op de PlayStation heb zo, spelen, kun je zeg maar.
Okay, boom. In ieder geval kun je dus gewoon meerdere mensen die wat dan op Xbox of PlayStation, ik ga waar jij wel speelt, kun je dus dan met een team, dus we hebben dus de paaltjes uitkomen, anders kun je niet lekker rijden, kun je dus met een team ja, rijden. Terwijl ik niet rijden, waarom zou ik rijden? Omdat ik dit jaar doen ben, omdat je en dan daar kun je dus dan gewoon ja goed spelen. Dan kan iedereen kan één positie kiezen. Dus stel jij kiest voor keeper ofzo. Dan dan moet jij dus gewoon keeper. En dan kun jij keeper of jij kiest dus verdediger. Dan ja, dan kun jij met die speler voor bewegen. Waar ik keihard hier achter naar het veld. Hier is zo'n veld, een FIFA 21 trouwens, zat daar voor de FIFA. Kennende, die weten het wel een beetje, denk ik. Hier is echt zo'n veld. Maar dan ben ik echt heel goed. Hier is die volleybalveld. En hier is het veld. Dit veld bedoel ik, hier heb ik het over. Kijk, dit veld. Ik ga dit gewoon even gebruiken als. Dit veld komt uit FIFA 20 niet. FIFA 19. Voor degene wat storen die juni hebben gespeeld. Die weten, die snappen wat ik. Maar in ieder geval, stel jij bent de spits. Ik zeg het maar wat, dat sta je hier. Dan moet je spelen. En dan paas je zo en dan ren je weer en dan moet je ook goed kijken en dan bot, dan schiet je weer naar doel. En ja, je hebt dan even doel, maar zo gaat het dus een beetje. Dus daar wil ik graag sowieso 11 mensen hebben die sowieso één zo'n positie kunnen. Zodat sowieso iemand wat goed kan keepen. Want keepen dat is wel belangrijk. Dus. Daarom keeper is daarom ook wel belangrijk. Oké, ik kijk bijna over dat ding heen. Maar in ieder geval keeper. Dat is wel belangrijk dat je dat goed kan. Dus als iemand op je mij HP zegt, kijk daar. Okay, fuck. Ga weg. In ieder geval, dat is dus al één ding wat ik sowieso morgen wil gaan doen. Sowieso, ik heb best vaak live. Ik voel nu op Twitch. Zo, dus je kunt altijd even mijn Twitch checken. Na dit video natuurlijk, dat is wel belangrijk. Hè? Alleen moet ik deze guy uit schakelen. Oh, ik ga er weg. Maar in ieder geval. Oh, hey vriend. En dan vind je het grappig. Vriend. Blijf even van mij dingen af. Anders ja, dinges. Hier, deze krijg je ervan. Oh man. Pak ik je zitten. Hopla. Op een paar schoten in je rug. Zo, ik moest gewoon even iets grappigs hebben, denk ik. Iedereen hebt het natuurlijk weg. Maar in ieder geval. Wat is dan het volgende wat ik ook ga overleggen? Is een PlayStation nooit van FIFA. Ultimate Team PlayStation nooit dan wel. Hè? Dat je met je eigen gemaakte team tegen iemand anders kan spelen. En hoe doe jij mee? Oh.
Nou, je doet daar ook mee. Als het je op mijn Instagram story, je DM. Je DM zegt, terwijl ik in mijn DM zeg dat je gamertag. Of ik wil niet je gamertag. Dat doe je wel bij profiel, maar in ieder geval, daar zeg je. Ja, ik wil meedoen met het politietoernooi en ik heb ook een vriend. Oké, waarom gaat de politie achter me aan? Ik had toch niks? Ik ga flex showen met de boot. Maar in ieder geval. Wat? Dan doen we. In ieder geval wat. Oké, geen deel aan mijn club, maar in ieder geval, ik wilde eigenlijk. Ik was niet echt hierover aan het lullen. Nee, heb je mij. Ik kan ook even een autootje bellen. Nee, dat doe ik hier. Oh, ik zie dit nu in één keer. Trouwens. Dat ga ik eerder doen. Ik heb weer geld gekregen. De bank zetten. Alles. Yes. Oeh, ik kan. Oh, moet ik? Moet ik deze auto kopen? Dit is namelijk voor degene wat niet weet, dit is de Lamborghini Urus. Moet ik deze voor de leukigheid kopen? Okay, fuck it, ik ga ook een beetje blauw doen. Ook. Ik heb nog. Ik ga nu even naar de parkeerplaats. Kijk naar die. Ik ga hem nu bellen. In ieder geval. Ik kan gewoon bellen ook. Ik heb gewoon ook weer een blauw gedaan. Dit is gewoon voor de leuke. Wat zeg je? Bam. Bye bye. Je hoeft me niet uit te schelden. Waar is deze? In ieder geval, ik ga eens kijken hoe die eruit ziet. Nee, deze moet ik niet hebben. Deze moet ik niet hebben. Waarom staat er niet tussen?
Turismo R. I'll get back to it then. Ja, we moeten gewoon even terug, zodat ik dat vertellen. Dit wil ik doen. Normaal wat ik dus dan bij de PlayStation nooit wil doen, want daar wil ik eigenlijk gebleven. Zo. Dat was. Dus voor PlayStation, omdat ja, ik speel met PlayStation. En dat wil ik. Ja, dan wil ik misschien. Ik ben aan het twijfelen of ik dan als prijs zou doen. Als mod in mijn Twitch-kanaal. Dat je als mod. Ja, dan kun je gewoon mensen die wat niet gedragen, bijvoorbeeld time-out geven. Of in ieder geval mensen. In ieder geval die wat zich niet gedragen, wat gaan promoten of wat dan ook. Die kun je dan. Die kun je dan. Ja, gewoon even een gewoon een mute of iets geven of een time-out dat ze even niet kunnen chatten of zo. Omdat ze zich dan niet gedragen. Dus ja, of, maar dan moet ik echt dan misschien meer risico om. Dat je dan een mod wordt op mijn Discord. Ik zoek sowieso nog actieve mod op mijn Discord. Vergeet trouwens niet mijn Discord te joinen, jongens. Want ik doe ook echt events, verschillende events. Dus dat is van Fortnite tot aan Brawl Stars. En ook wel eens Warzone. Echt nader doe ik. En ik snap dan dat ik die auto heb gepakt. In ieder geval, ik breng me netjes even terug. Dan rijd ik even naar huis en dan ga ik die ene auto activeren. Maar dat zijn dus een beetje de dingen wat ik op mijn Instagram heb gezet. Ik zeg het echt als ik een nieuwe video online heb. Oh, ik hoop even dat die staat, anders moet ik uit en erin. Ja, kijk, dit is hem. Ik kan ook echt weer lekker in rijden. Dit is gewoon serieus, goed echt die Lamborghini Urus. Bam, ik heb gewoon fuck. Ding is even, sorry. Oké, ik ga dan gewoon even. En hier is wel drie plekken, maar eigenlijk zijn dat twee. Zo, die gaat hard! Die gaat echt iets. Kijk, ik vind vooral die voorgraf vind ik vet. Kijk, ik ga nog een screenshot maken. In ieder geval. Ik ga even showen, yo, jongens. Kijk, als je dat doet, dan wordt het echt gelijk bang.
Je zit er gewoon geen ramen voor. Deze is echt niet verkeerd. Maar ik ga niet botsen. Okay, maar echt, ik heb dus gewoon ik vind deze best vet. Hopta, daar staat hij hoor. Hopta, en daarmee ga ik nu ook. Nog even een keertje van de voorkant. Ik wil nog een screenshot. Nou, daarmee ga ik hier dus de video afsluiten. Hopelijk leuk dat je het hebt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om de video. En dat feitelijk naast de abonneerknop staat. En zeg ik altijd. Adios.